De landelijke verkiezingen zijn voorbij. We hebben er lang over moeten doen om een nieuw kabinet te krijgen. Nu staat de gemeenteraad voor de deur. Gaat u stemmen? Jazeker ga ik stemmen. En hoe bewust gaat u stemmen? Heeft u al een keuze kunnen maken waar u op gaat stemmen? Nee, op dit moment nog niet, want politiek is nogal complex op dit moment. Dus moeten we eerst even goed in verdiepen. Om ook te kijken wat lokaal het beste is natuurlijk. Dat wilde ik u net vragen. Wat is voor u belangrijker? De landelijke partijen of de plaatselijke partijen? Ja, nu wel landelijk. En uiteindelijk moet het ook voor best het beste uitwerken natuurlijk. En wat zou er voor best het beste moeten zijn? Ja, hele goede vraag. Voor beide goed, hè? Ja. Maar er spelen nogal wat dingen, hè? Nieuw gemeentehuis, te weinig woningen, het station bebouwen. Wat vindt u daarvan? Iedereen roept wat, maar er zijn nog geen concrete plannen. Ja, het is goed dat er over gesproken wordt in ieder geval. Het zal wel lange termijn worden, maar in ieder geval staat het op de agenda. Dus u gaat naar het stembureau, de 14e, 15e of de 16e? Ja, uiteraard, ja. Maak altijd gebruik van mijn stemrecht. Dank u wel.